Het is de avondploeg en jawel, jawel, bij ons in de studio, Mr. Props! Het is echt tof hoe jullie dat zo tegelijkertijd doen. Thanks, man. Ja, ja ik in de flash. Ik zei het net buiten de uitzending al, we zijn heel blij dat je er bent. Ja, ik ben ook heel blij om hier te zijn. Want je hebt twee fans tegenover je zitten, hoor. Ja, dat had ik net al begrepen. Maar sowieso, dat is ook wederzijds. Ik ben echt... heel blij en dankbaar voor de support. Nou, thanks man. Ja, wat wij leuk vinden is dat jij natuurlijk uit de hip-hop hoek komt. Mm-hmm. Dus je hebt met veel gasten samengewerkt die hier al een keer in de studio zijn geweest. Mm. Los daarvan ook internationaal heb je best wel met grote namen mogen samenwerken. Ja, nou ja. Zijn wel een paar namen. Lady van de Bone Thugs en Harmony, Joel Ortiz. Ja. Ja. Maar laten we even bij het begin beginnen, Dennis. Jij bent echt extreem muzikaal. Tenminste, zo zie ik dat. Maar wat beschouw je, vind je van jezelf dat je goed kunt, behalve zingen? Een verhaal vertellen in weinig woorden. Dat denk ik zelf. Maar dat heeft men nog niet echt kunnen horen van mij. Dat komt pas in die plaat goed naar voren, denk ik. Die ik nu ga uitbrengen. Ja, want je zingt, je schrijft teksten, mm-hmm. en je speelt gitaar. Oh, maar dat doe ik nog niet zo lang, hoor. Dat is nu net... Maar ja. Ik kan me dan voorstellen dat je waarschijnlijk ook iets van piano speelt. Nee, dat nog niet echt. Ik weet wel hoe je een koordje moet maken, maar... Ik weet wel hoe je een koordje moet maken. Ja. Ik heb geen idee. Waar komt het vandaan, weet je wel, de muziek? Hoe het gekke is, ik ben niet zo'n muzikant die vanaf kleins af aan al wist van... Ja, ik ga het podium op. Dat kwam pas echt bij latere leeftijd... Ik wist wel dat ik wou entertainen of zo, maar ik wist nog niet precies wat het was. En toen ben ik gewoon raps gaan schrijven en een beetje gaan rappen eigenlijk. En op een gegeven moment probeerde ik een keer wat uit, was ik bij QF. En toen probeerde ik gewoon een soort zanglijntje. En toen heb ik, een zanglijntje oké, maar toen heb ik er ook een hoge laag op gegooid en een lage bastoonlaag. Dus en dat vond ik zo dope klinken dat ik gewoon dacht van wauw, dat wil ik gewoon masteren. Gewoon. Dat wil ik echt onder de knie hebben, zeg maar. Hey, je bent voor het allereerst bij ons in de studio. Mm-hmm. En dat betekent... De vier vragen die niemand durft te stellen. Ja, daar moet iedereen een keer aan geloven. Half Nederland heeft er al een keer antwoord op gegeven. Maar voor jou voor het allereerst. Vraag 1 is, heb je wel eens wat gestolen? Ik heb wel eens wat gestolen, ja. Nou, niet heel vaak. Omdat ik weet niet. Ik had altijd zo'n kutgevoel over mezelf als ik dat deed. Als ik een snoepje pikte bij de Jamin met de rest van de vrienden. Als er iemand keek, dan stopte ik hem terug. Omdat ik me zo slecht voelde van binnen. Dus je ging stelen om stoer te doen tegenover je vrienden? Maar nee. Je probeert gewoon mee te gaan in de slipstream, zeg maar. En je denkt van nou, als er een moment is om het te doen, dan is het nu... En dat was dus niet het moment. Ik bedoel, ik ben niet altijd een lievertje geweest of zo. Maar dat is niet voor mij. Vraag 2 is, heb je wel eens drugs gebruikt? Ik heb wel eens drugs gebruikt. Van alles wel eens geprobeerd? Nee, nog niet. Maar ik heb wel een kleine to-do-list voor als ik 100 ben of zo. Dat vind ik wel mooi. Nog niet, maar alles moet nog een keer in de revue passeren. Wel, ja, nou, ik, het is niet alsof ik nu de jeugd probeer te beïnvloeden of wat nee, dan ook. Joh, maar zo zien we dat van, ja, voordat je... Voordat het tijd is om te gaan, moet je op zijn minst wel weten wat er allemaal... Zijn wij het helemaal mee eens, ja, toch? Geen enkel probleem. Nee. Vraag 3 is, ben je wel eens vreemd gegaan? Ik ben wel eens vreemd gegaan. En ja. De fourth and final question dan. Ja. Hoe vaak masturbeer je? Dat ligt eraan. Als ik... ja, soms veel, soms niet. En gemiddelde dan? Gemiddeld. Ja, dan moet ik echt veel rekenen, zeg maar. Mm-hmm. Het ligt aan het weer, denk ik. Nee, je komt ermee weg. Het ligt aan het weer. Maar 1 keer per week zit je wel aan. Oh ja, zeker wel. Nee, ja, okay. Zeker wel. Nou, je hebt het goed gedaan, hoor. De 4 vragen die niemand durft te stellen. Mag ik een studio applaus voor de one and only Mr. Pop? Mr. Yeah. Props en zijn gitarist. Oh ja, trouwens, hoe heet de gitarist? Stel hem even. Mem Rocks. Yeah. Mem Rocks. Beste gitarist van Nederland. Sorry, iedereen. Sorry. Mr. Props loopt naar de hoek van de studio. Daar hebben we de bank staan. En daar liggen gitaren. Er staan microfoons. En daar gaan ze het doen. Je hebt deze track ongetwijfeld al gehoord op Slam FM. Het is fantastisch. Mr. Props. Waves. Wacht even, hoor. Live op Slam FM. Eén momentje. Doe rustig aan, joh. Neem de tijd. Ja, sorry. Als het maar tot zijn recht komt, dat is het belangrijkste. Zo, even commentaar horen.
Okay. You ready? Born ready. Okay. 1, 2, 3, and... My feet can't touch the ground and it feels like. And I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away. Drifting away, and it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy. Easy to love me. Love me, but still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Oh, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Mr. Props Waves live op Slam FM. Nou, daar mag wel even een gigantisch studioapplaus voor klinken, hoor. Yeah.